Wat voelt het vrij dat we deze plek, het Griekse eiland Tinos, de komende maanden ons thuis kunnen noemen. Een dunbevolkt eiland waar COVID-19 aan voorbij lijkt te gaan. Hoe we hier zijn gekomen op dit eiland en welke obstakels we hebben overwonnen om hier te zijn, laten we in deze video zien. Maar eerst nog even dit. We zijn eind september vertrokken naar dit eiland, wat we dus voorlopig thuis gaan noemen. En onze reis hebben we volledig binnen de RIVM-richtlijnen kunnen doen. Daarmee is het een veilige emigratie geweest. In 2016, 4 jaar geleden, zijn we vertrokken met 2 backpacks en 2 laptops richting Mexico. Onze droom tegemoet. De start van een vrij en onafhankelijk leven. En 2 jaar geleden is onze dochter Fidou geboren. En sindsdien reist ze vrolijk met ons mee. Wij zijn Tino en Angela. Als Dutch Nomad koppel zijn we continu op zoek naar de ultieme vrijheid. Dat gaat met ups en downs. Zeker in deze tijd waarbij de vrijheid meer en meer beperkt wordt. Na een aantal maanden in Nederland werden we ons bewust dat we weer in de ratrace zaten. We werden weer opgeslokt door het systeem. We voelden stress, onrust, de herrie van de stad. We hadden zoiets van ja, dit is niet goed, het moet anders. We misten de vrijheid, het op pad zijn, het experimenteren en het spelen. Dus door die bewustwording zijn we ook in actie gekomen. En zijn we gaan kijken wat er wel mogelijk is. Waar kunnen we plekken vinden waar we rust en ruimte beleven en weer dichter bij onszelf kunnen komen. En de dingen doen waar we echt gelukkig van worden. Dat bracht ons in actie. Hard gewerkt vandaag. En met name alles gericht op het leegmaken van alle kasten. Inpakken. De spullen die we niet meenemen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dozen. Die slaan we op in onze berging. Precies. En de spullen die over zijn, die gaan uiteindelijk mee in onze bagage. Reden genoeg om weer te starten met leuke experimenten. We draaiden onze mindset en gingen op zoek wat er wel mogelijk is om de vrijheid te ervaren. En dat startte al in Nederland. Zoals je weet vinden wij experimenteren echt, is eigenlijk onze manier van ondernemen. Vandaag is weer zo'n moment dat ik ga experimenteren met een locatie-onafhankelijke levensstijl. En in dit geval ga ik vandaag kaas verkopen op de markt. Goedemorgen. Goedemorgen. En natuurlijk de leukste klanten van vandaag. Hey Fidou. Wat ga je? Lekker. Lief. Bedankt voor de kaas. Ja. Is lekker Fidou. Oh, smullen hè. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star. Vandaag proeven we de oude bokkelkaas. Erg lekker. Dus zullen we lekker plakken. We kijken terug op een mooie tijd in Nederland. Ondanks of misschien juist wel door de onzekerheden die de pandemie met zich meebrengt. Onze bewust gekozen levensstijl hangt samen van onzekerheden. En we hebben juist in de afgelopen jaren ervaren dat die onzekerheden alles mogelijk maakt. Het geeft ons een enorm vrij gevoel. Dat betekent eens te meer om obstakels te overwinnen. Het is niet de makkelijkste weg. We weten wel dat dit de weg is wat ons ervaringen brengt, herinneringen brengt, avonturen en ons gelukkig maakt. We zoeken een rustige plek. Een plek waar haast nauwelijks nog de dag regeert. Een plek waar we ons vrij voelen en waar we de tijd hebben voor onszelf en voor elkaar. Een plek om heerlijk te genieten van gezond eten, puur eten. En de dag te laten regeren door het ritme van de zon. Toen ik dit tegen mijn coach vertelde, reageerde ze spontaan. Waarom ga je niet naar de Griekse Cycladen? Dus eenmaal thuis vertelde ik dit tegen Tino. En we gingen gelijk op Google Maps kijken. We zagen de eilanden Syros, Paros, Andros. En kijk nou, het eiland Tinos. Ja. Dat moest zo zijn. Dus we hebben nog nooit zo snel een keuze gemaakt voor een bestemming. Maar toen kwam natuurlijk de vraag van, gaan er überhaupt vluchten? En zijn we dan wel verzekerd als we emigreren naar een plek die geel of code oranje heeft op dit moment? Is het wel veilig? Wat bleek, er ging nog een vlucht naar Griekenland. En Oom Verzekeringen is een verzekeraar voor mensen met een bijzonder verhaal en heeft een COVID-dekking. Ook hoeven we geen rekening te houden met thuisquarantaine, omdat we toch wel voor langere termijn in Griekenland willen blijven. Dus alles op een rij zettend, is het voor ons gunstig om naar Griekenland te gaan. Het enige wat we dan nog moeten doen is afscheid nemen van opa's, oma's, familie en vrienden. En dat blijft het lastige van onze leefstijl.
Dat wint gewoon nooit. Daarom nemen we er ook ruim de tijd voor in de laatste dagen voordat we vertrekken. Oh, wat een grote! Het geeft ons gelegenheid om samen met oma nog even heerlijk poffertjes te eten bij Vissers Poffertjes. Alles is ingepakt. We zijn verzekerd, ook voor corona. Maar bovenal zijn we gelukkig dat we zijn blijven zoeken naar vrijheid. Iets wat meer en meer beperkt wordt. Ook in deze tijd kan je je dromen waarmaken. Wat is jouw droom? Gebruik deze unieke tijd. Droom groot en start met het vormgeven van jouw vrije leven. Bekijk in deze video hoe wij onze tijd in quarantaine in Nederland hebben doorgebracht. Volg je droom. Start met het vormgeven van jouw vrije leven. It's a wrap. It's a wrap. Nou, goed gedaan. Goed gedaan, Filou. Helpen, ja.